Zoals jullie kunnen zien is dit de Jaguar F-Type. De nieuwe, de gefacelifte Jaguar F-Type. En de meest in het oog springende nieuwe features zijn eigenlijk die koplampen. Die bij de vorige F-Type ja, nog hier op de hoeken liepen en vooral verticaal waren. Waar dat die nu heel smal, laag op de hoeken zitten. Volledige ledblokken. Het geeft die wagen wel een agressievere look. Niet alleen vooraan hebben we die nieuwe koplampen. Ook achteraan hebben ze die designoefening wat hermaakt. En hebben ze de lampen die hier in de vorige type een half ronde onderkant hadden, ook een iets agressievere look gegeven. En dan blijft natuurlijk ja, dat fenomenaal gat met die brede flanken, die daklijn met dat glazen paneel, dat dan zo wat druppelsgewijs naar u toe komt. En als we die koffer dan openmaken, zien we dat er verrassend veel ruimte in is, tot helemaal in die kassen. Dat is helemaal hol. Dit deel is de spoiler, die omhoog komt. Desgewenst met de druk op de knop als je wat wil patsen of anders vanaf 100 km per uur. En verder perfect symmetrisch uitkomende in die centrale uitlaat hier. Daaraan kun je ook herkennen dat het niet de V8 is. De V8 heeft twee keer die twee uitlaten die iets omhoog getild staan. Ja, die herkent ook al van ver natuurlijk van de grote donder waarmee dat die altijd zijn intrede maakt. Hier die coupé-lijn, die daklijn die dan samenkomt in die hoge flanklijn in een soort van punt en dan plots afgehakt wordt. Beetje ook weer zoals de I-Pace, die gigantische wielen. 20 duimers die die wielkassen heel mooi vullen. Die zitpositie bijna al tussen die achterwielen, lange motorkap. Ja, ik kan er niet over ophouden, ik vind dat zo'n schone auto. Maar nu moeten we eens kijken. Hoe cool is dit? Ik verdenk het Jaguar Design Team er echt van die wagen ook gedesigned te hebben met die kleppen open. Dat kan toch niet anders? Dit is overduidelijk een knipoog naar de E-Type. De manier waarop die motorkap open gaat. Volgens mij niet de handigste manier om aan te werken, maar zeker wel de coolste, de mooiste. En nu dat we hier toch met onze ingewanden bloot zitten, ga ik jullie ineens ook onder de motorkap laten kijken. Want wat we hier zien is toch speciaal. We kennen de F-Type vooral van de V6 en de V8. Dit is geen V-blok. Dit is een 2 liter, 4 cilinder Jaguar Ingenium motor. Jaguar Land Rover, gebouwd in eigen huis. Goed voor 300 pk en 400 Nm koppel. En gekoppeld aan een schitterende 8-traps automaat. Ook opvallend is dat de V6 motorisatie gewoon is weggevallen vanaf deze facelift. Die kan je niet meer bestellen. En ook dat de handgeschakelde bak die destijds besteld kon worden in combinatie met de V6, die is ook weggevallen. Dus je hebt deze 2 liter 4 cilinder. En dan gaan we meteen naar de V8. Echt de monsterlijke 5 liter V8. En die is naar eigen keuze leverbaar in een 450 pk sterke achterwiel aangedreven versie of een vierwiel aangedreven versie. En aan de andere kant van het F-Type spectrum bestaat dan nog steeds die enkel vierwiel aangedreven, dus niet achterwiel aangedreven, automatisch geschakelde V8 met de volle 575 pk supercharged V8. Wauw. Ja, dat maakt me natuurlijk wel benieuwd. Dat is een standaard trim wat ze in deze incarnatie dan in een SVR of andere speciale versies gaan doen. Want die hebben naar goede gewoonte dan nog meer power. Ja, als we dan naar het interieur gaan kijken, dit voelt allemaal heel premium aan, hè. Ik ben heel erg fan van het tweekleurige leder waar gekozen is voor een andere kleurzetting voor de chauffeur als voor de rest van het interieur. We zien ook dat in het dashboard nu de aparte klokken weg zijn en plaats hebben gemaakt voor een volledig digitale versie in deze nieuwe F-Type. Ook centraal zien we een groter, beter touchscreen dan in de vorige versie. Dat doet me erg denken aan hetgeen dat we ook al van de I-Pace kenden. En het zijn het om de details die je doet, zoals die ventilators die, als je de wagen uitzet, die gewoon dichtklappen om zo een aerodynamischer dashboard te geven, gewoon om stil te staan. Dat vind ik fantastische designkeuzes die een Jaguar dan maakt. Deze instapversie die is er in België vanaf 65.000 euro. De first edition waarin wij nu zitten, die is er voor 79.000 euro, wat een pak meer is. Maar je krijgt ook een pak meer. Het is volledig top spec rondom afgewerkt. Is er dan veel concurrentie voor deze 2 liter F-Type? Ja, toch wel, hè. Er is de nieuwe Supra, de nieuwe Toyota Supra 2 liter. Er is bijvoorbeeld een Alpine A110, maar ook de Porsche Cayman.
de 2 liter 4 cilinder, die heeft ook exact 300 pk. En al die andere die zijn ook sneller in hun spurt naar de 100 km per uur. Deze 2 liter 4 cilinder die doet de 0 naar 100 in 5,7 seconden. Wat eigenlijk helemaal niet indrukwekkend is. Dit is 0. Dit is 100. Ça va. Lijkt minder traag dan hij op papier meegeeft te zijn. Hè? Klank vond ik ook heel oké. We stonden nu op Dynamic en in Sport, dus eigenlijk wel alle toeters en bellen aan, ook de uitlaat open. Wat je wel met deze wagen hebt, die is nooit intimiderend. Natuurlijk ga je met dit blok niet de stenen uit straat sleuren, de buren 's morgens wakker maken. Klinkt het niet als de donder van Thor als je voorbij komt. Het is allemaal ietsje gedempter. Maar wat dat ook heel belangrijk is, is natuurlijk het gewichtsverlies vooraan door die V8-blok te vervangen door die viercilinder. Ik geloof dat er bijna 100 kilo minder op die vooras hangt. Dus die is ook anders afgeveerd. Hij rijdt heel dynamisch, licht, stuurt heel precies in. Is een heel aangename driver's car. En het is misschien raar om te zeggen, maar net omdat hij minder krachtig is, minder snel is, kun je er ook harder mee op het gas gaan, kun je harder rijden. Je zet gewoon die dynamic mode op, je zet die manuele schakelflipper mode op, je zet die uitlaat open. En je scheurt gewoon zo hard dat je kunt naar 50, naar 70, naar 120 km per uur. Waar je met die V8 ja, dan gewoon al banden aan het oproken bent. Veel meer langs de benzinepomp moet, veel meer langs die bandenboer. Dus ik denk dat op lange termijn van die verschillende versies de 2 liter viercilinder misschien wel de beste daily driver is dat ze momenteel aanbieden. Bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe review. Ik hoop er binnenkort nog heel veel te kunnen maken. Er staan al een paar hele leuke wagens op de planning. Ik ga ook nog die simrace episodes blijven aanvullen natuurlijk. Ik wacht nog altijd op die stukken. Kijk gerust naar het hele simrace gebeuren. Dat is een aparte playlist op mijn YouTube kanaal. Vind je deze content leuk? Alsjeblieft like, subscribe, vertel het verder aan je vrienden. Heb je vragen? Stuur mij een comment op de YouTube pagina en ik ga er zeker op antwoorden. En dan hoop ik jullie heel snel terug te zien voor een volgende review. Bedankt om te kijken. Ciao. Ik ga nu niet echt wegrijden, want dat is stom. Want dan moet ik terugkomen om de camera op te laden. Top. Natuurgebied. Stiltegebied. Verboden weggetje. Het beste wat je dan kunt doen, is een alarm laten afgaan. Hè.